Ja, dank u, voorzitter. De minister geeft zelf al aan van de kortste klap zou zijn bijvoorbeeld 20% uitbreiding van de ziekenhuizen. Kijk, dat kost natuurlijk wel wat. Het is ook niet alleen financieel, maar ook qua inspanning. Maar nu ligt de halve economie op apengapen en dat kost ook wat. En als we zien wat we daar voor inspanning hebben moeten leveren vanuit het bedrijfsleven om nog enigszins overeind te blijven, denk ik dat het uitbreiden van de ziekenhuiszorg toch wel een betere weg is om te gaan. Dan moet ik zeggen van, ja, er zit toch wel een beetje een zweem van onregelmatigheid hier, hoor, in dat hele voorstel. Er zijn dubieuze mails van ambtenaren. Het ministerie bemoeit zich met het OMT-advies, terwijl het OMT onafhankelijk zou moeten zijn. De RIVM-leden, er is sowieso minstens één RIVM-lid die heeft belang bij het aantal testen waaraan verdiend wordt. Dus dat is ook niet helemaal koosje. Dat zou je ook gewoon helemaal niet moeten willen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de maatregelen, ja, er werd gezegd de horeca werd dichtgegooid. Wat gebeurde er toen? Er gingen mensen bij elkaar thuis van alles organiseren. En er is ook een rapport over verschenen, en dat is ook bekend bij het ministerie, waarin staat van dat de besmettingen thuis, dat er een grotere kans op was dan in de horeca. De vraag is ook aan de minister om alsnog het wetsvoorstel aan te houden. Ja, voorzitter. Als ik luister naar de tweede termijn van mevrouw Faber, dan heb ik eigenlijk de indruk dat een aantal dingen die de minister overtuigend heeft gezegd, dat ze die of niet gehoord heeft, of niet begrepen, of niet willen horen, of niet willen begrijpen. En dat mevrouw Faber ook voor een stuk wantrouw aan het zaaien is. Ja, voorzitter, dan moet mij toch, als u mij toestaat, iets persoonlijks van het hart. Want de collega die zegt van, ik heb het niet gehoord of ik heb het niet begrepen. En dat heeft hij ook wel eens in een persoonlijk gesprek gezegd, dat ik het allemaal niet zo begrijp. Nou, ik begrijp het allemaal prima. En ik hoef helemaal niks terug te nemen. Ik blijf op mijn standpunt staan. Dus ze moeten niet tegen mij gaan vertellen dat ik het niet begrijp, want ik begrijp het donders goed. Meneer Verkerk. Ja, voorzitter, ook als ik die lijst niet overleg, ben ik nog steeds uw collega, tenminste. Ja, zo zie ik u wel, als ik dat zo eerlijk mag zeggen. Maar verder, voorzitter, ik zie dat we hier op een stuk wetenschappelijk debat komen. Ik ben geen viroloog. Er zijn een heleboel artsen die zijn dat wel. Die weten hoe het zit. Naar mijn indruk bent u ook geen viroloog. Voorzitter, ik denk dat we dit soort debatten eigenlijk niet zo moeten voeren. Nou, voorzitter, ik weet ook wel dat ik geen viroloog ben, dat snap ik ook wel. Maar je hoeft niet altijd een viroloog te zijn om te weten of je wel of niet belazerd wordt. Tot zover.